En na 2 weken gaan ze op reis. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia. Ze bezoeken het Caribisch deel van het koninkrijk. Op het moment dat er eigenlijk best wel veel speelt. Ze bezoeken alle 6 de eilanden. En ze beginnen hier. Op Bonaire. De reis naar de eilanden is geen staatsbezoek. De eilanden zijn namelijk gewoon onderdeel van het koninkrijk. En toch is het bezoek belangrijk voor de Oranjes. Zeker ook voor Amalia. En in deze video leggen we je uit waarom. Allereerst Amalia dus. Ze maakt haar debuut op de eilanden. Sterker nog, de hele reis is voor haar georganiseerd. De afgelopen jaren zagen we Amalia al vaker. Bijvoorbeeld tijdens Koningsdag. Gefeliciteerd met uw vader. Ja, dank u wel. Maar sinds haar 18e is het officiëler. Ze is de troonopvolger en daar komt van alles bij kijken. Dank u wel, voorzitter. Als ik u voor 1 keer zo mag noemen. Intussen heeft de prinses geen gemakkelijk jaar. Ze begon weliswaar aan haar studie in Amsterdam. Heb je zin in? Ja. Maar kon vanwege bedreigingen nauwelijks naar buiten. Dat heeft enorme consequenties voor haar leven. Dat is echt heel zwaar. De reis is bedoeld voor Amalia als kennismaking met dit deel van het koninkrijk. En ook ter voorbereiding op het koningschap. 1 dag zal ze ook koningin van deze eilanden zijn. 2 weken lang staat ze vol in de aandacht. Niet in de minste plaats omdat ze ernstig bedreigd wordt vanuit het criminele milieu. En ze daar aan het eind van de trip voor het eerst iets over zal gaan zeggen. Dat de troonopvolger een langer bezoek brengt aan het Caribisch deel kan je bijna traditie noemen. Of ze nu jong of oud zijn. Amalia's overgrootmoeder, Juliana, doet het al in 1943. Here many miles from her homeland, Juliana walks again upon free Dutch soil. En later als koningin opnieuw. De drukte in de straten van Willemstad was overweldigend. Beatrix volgt dat voorbeeld. Wat een feest! Dank u dat u ons zo heeft verwelkomd. Ook na natuurrampen brengt het koninklijk paar vaak een bezoek. Wat met u? Ja, geschrokken? Ja. Alles kapot. Ja, moet u helpen. Ook Willem-Alexander leert als kroonprins de eilanden op jonge leeftijd kennen. Nou, als je de eerste keer hier komt, zijn ze natuurlijk ook benieuwd hoe ik ben. En ik was benieuwd hoe zij waren. Door de jaren heen is er niet alleen een nieuwe koning of koningin gekomen, ook de positie van de eilanden is veranderd. 10, 10, 10. Dat is de dag dat de boel veranderde. En zo is het nu geregeld. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Willem-Alexander is daar het staatshoofd van. Aparte landen dus, al regelt Nederland bijvoorbeeld wel defensie en buitenlandse zaken. De 3 andere eilanden, Saba, Sint Eustatius en Bonaire, zijn geen landen, maar bijzondere gemeenten. Bijzonder omdat er een paar dingen anders zijn. Zo kan je op geen van de eilanden betalen met de euro. En de officiële taal is dan wel het Nederlands, maar de meerderheid van de inwoners spreekt dat niet. In totaal wonen er in het Caribisch deel van het Koninkrijk 326.000 mensen. Tijdens dit bezoek komt ook het slavernijverleden terug. Daar is veel discussie over in Nederland. De koning bezoekt op Bonaire de slavenhuisjes. En ook op andere eilanden zal hij erbij stilstaan. De koning gaat trouwens op de eilanden nu geen excuses maken voor het slavernijverleden. Mogelijk doet hij dat wel op 1 juli, als hij bij de viering is van Kitty Kotti. Maar het is nog onduidelijk of hij daar gaat spreken. En er zal ook heel veel feest op de eilanden zijn. Want ondanks kritiek zijn de Oranjes hier wel mateloos populair. We zijn heel blij dat koningin bij ons kwam. En nu dus voor het eerst met Amalia erbij. En daarmee kan ook het Caribisch deel van het koninkrijk zien wie 1 dag hun koningin gaat worden.